80% die de klassieke vorm krijgt van NKH, overlijdt bij de geboorte. 9 jaar geleden stond het leven van de familie Baas uit het veld volledig op zijn kop toen bij dochter Maud een zeldzame stofwisselingsziekte werd geconstateerd. Omstreeks mei 2013 had ze een buikweginfectie. Dus ze was heel onschuldig, maar toen raakte ze heel erg ziek. En toen is ze de molen ingedoken, MRI-scan met hersenvocht erbij. En toen kwam eruit dat er dus een metabole ziekte aan het licht kwam, een stofwisselingsziekte. Ja, dan gebeurt er wel wat met je, zeg maar. In het begin was het wel een zoektocht. En voornamelijk, hoe ga je om met medicijnen? Is er een medicijn? Ja, dat was er. Hoe dien je die toe? Hoeveel moet je dan geven aan medicijnen? Is er nog meer? Zijn er alternatieven? Moet er een andere therapie misschien? Moeten er aanpassingen in het huis? Zijn er specifieke looptoestellen, want ze liep ook toen ook niet in die periode. Ja, dat zijn wel mooie dingen om te zien dat de gemeente daar iets echt heel iets moois mee doet en positiefs mee kan. In tegenstelling tot andere gemeentes, want die verhalen horen we namelijk ook. Dat je dus mensen dus geen vergoedingen krijgen, geen tandemfiets kunnen krijgen, geen aangepaste badkamer. Dus die gaan serieus, die gaan gewoon verhuizen vanwege dit, zeg maar. En dat is wel eens, dus wij prijzen ons gelukkig wat dat betreft dat wij in de gemeente Hondskroon wonen, ja. Deze week is het herfstvakantie. Voor veel jonge ouders een extra intensieve week. Maar de familie Baas, die heeft er zin in. Nou, we gaan in principe altijd wel leuke dingen doen of ondernemen. Deze week gaat ze toevallig naar het logeergezin. Weer met Avra inderdaad. En die, in één keer in de week komt ze, of één keer in de maand. Oh. En MLP, ja. Dat het Maud vaak niet lukt om zich verstaanbaar te maken, zorgt met grote regelmaat voor wanhoop en woede. De verbindingen tussen de hersenen en de mond en neus, vooral de mond, is niet goed aangelegd in de geboorte. Dus daar kom je ook niet zo snel achter. Ja, na een tijdje, want kinderen praten niet als ze 2 weken zijn, na 2 weken oud zijn. Je probeert te zoeken naar mogelijkheden. Pictogrammenbord is er één van, spraakcomputer. Daar zijn we nu mee bezig. Hebben we in het verleden ook gehad, maar dat werkte niet. Misschien nu wel. Dus het is ook een continue zoektocht van hoe gaan we met haar communiceren. Vandaag is de dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekte. De familie Baas doet dat samen met de ouders van Vic Adriaanse uit België. Zij kwamen elkaar op het spoor via internet. In 2019 hebben ze ons gevonden, of mij gevonden, of ons gevonden via de sociale media, via de blogs die we hebben geschreven. En zodoende hebben we de stoute schoen aangetrokken om meer aandacht te krijgen, meer geld op te halen voor onderzoek naar NKH. Want Vic leidt eraan en nog een handjevol Nederlandse kinderen leiden eraan. Want zo bekend is het niet. Er zijn er 7 die nog leven in Nederland. En dat is dus heel zeldzaam. En zodoende willen we gewoon meer aandacht geven, genereren en geld ophalen voor het onderzoek naar NKH.